Grote wandeling, groep B, mag vertrekken. Dus als je Jack Sparrow ziet, dan zijn we dicht bij de volgende eind. Oh, dat is toch een rechte gebeuren. En ik heb drie keer. Van harte welkom op de winterwandeling. Je ziet, ik sta hier in vol ornaat. Wie denk jij dat ik ben? Je knappe Jack Sparrow. Zeg dat nog eens! Nee! Dat is de eerste keer dat iemand dat zegt. En weet je wat, jonge dame? Ik ben op zoek naar mijn boot. Dus je moet mij helpen met een boot vinden. Dus als je ze biedt met een boot tegenkomt, wil je dan bellen? Gebeld maar, hè. En Lieke, wat dat ik de zier niet voel. De hoestbaar. Laat ik jullie toe. Kom. Ik zou zeggen, mannetjes, doe nog eens een derde poging. Speel nog eens iets anders. En ik weet al, want je ging je best doen, maar ik moet de zier voelen, hè, man. Nee, het is het niet. Het is het niet. Inderdaad, op mijn boog van mijn schip. En dat schip gaat op en neer en gevoel te kracht komen. Dat is Vermeulen, Sparrestraat nummer 123 Schoten. En dus jij bent de Jacques Perron. Dat heb je toch al lang gezien dat de Jacques Perron niet is. Dat is toch de Gaston, dat zie je toch al lang. Nee? Leo. Ja, ja. Joske. Hij ziet er een... slim manneken uit, kun jij rekenen? Ja, Gaston, dan weet je dan toch dat je goed kan rekenen. Dat... Hij rekenen? Ja. Dat gaan we eens zien, hè. Hey, rekenen. 1 plus 1. 2. 2. Dat is juist. Voilà. Raadselken. Raadsel. 35 appelen heb ik gekocht op de markt. En ik heb 7 kinderen. Hoeveel appelen per kind? Dat is geen raadsel, dat is een fameus vraagstuk. Hè, dat is een vraagstuk. 35. 35. 5. Kinderen en 7 appelen. Nee, Leo! 35 appelen en 7 kinderen. 35 gedeeld door 7, hè? Dat is het, hè? Dat 35 weet, gedeeld door 7. 7. Nee. Veertien is het. Dat kan niet. Het is juist. 35 gedeeld door 7, 14 bewijzen. 35 gedeeld door 7. Gedeeld door 7. En voilà, nu zullen we het zien. 7 in de 3, dat gaat er niet in. We moeten eentje lenen van de 5. Ja. 7 in de 13, 1. 4 maal 7. 7 van de 13 is... Kan er meer.
is 28. 7 van de 35 is 28. 7 in de 28 is 4 keer. 7 maal 4 is 28. 0. 0 rest. Eerste, 14. Dat is juist. 14. Dat kan niet. Dit is juist. Dat kan niet, Leo. De 9 proef. De 9 proef. Nee, dat kan niet. Dit is juist. 14 maal 7. 4 is 24. 28, ja. 29, 30. 34, 32, 35, 34, 35. Voilà. Maar dat kan niet, Leo. 5. Dat voilà, kan Leo. Dat voilà, kan het machientje. Met allemaal ja, vermenigvuldige dielen. Op de 14, wat is met dat nu toch? Leo. Dat is zeker een Aldi gekocht. Dat is zeker een Aldi. Niet tegenwerken. Wat moet ik tegen mijn baas zeggen? Hè? Dat ik ben gaan vissen? Zeg dat je er geen zin meer in hebt. En ik zal er dan persoonlijk voor zorgen dat je redder kunt worden aan het meer. En iedereen in het oog kunt houden. Wat denkt u? Ik vind het een goed idee. Ah, dat komt niet in orde. Maar kom vast. Ik kan mijn boot zoeken. Dag allemaal. En waar? Wij gaan drinken. Hé, hey, jullie ook drinken? Ja. Die kan. Die kan nog. Een borreltje, hè? Wij zijn goed. Ons eiland Puerto Rico was toen heel arm en veel van mijn vrienden trokken weg naar New York. Ze hebben me verteld over New York en de ontelbare schepen die daar in de haven gaan en komen. En ik dacht, misschien vind ik daar een boot om op piratentocht te gaan. Kom, we gaan kijken naar die haven. Up to America. Hello guys, I'm Officer Krapke. De kop van de wijk hier. En ik ben hier de dienaar van de wet. Al heel veel jaren. Geen gemakkelijke wijk. Heel volk van over heel de wereld woont er hier. En vooral het jonge volkje heeft het hier niet gemakkelijk. Om samen te leren leven, dat duurt verdomme lang. En ze maken dan straatbendes. Ze zijn allemaal arm, maar samen zijn ze sterk in hun bende. En ze dagen elkaar uit, dagenlang. En soms gaat het er tegenwoordig zo hevig aan toe dat ik bang ben dat het op leven en dood is. En dan moet ik ertussen komen, op straat. En dan zeg ik, niet in mijn wijk. In mijn wijk moet er orde zijn. Als ik daar sta, dan zijn ze poeslief voor elkaar. Maar ik heb mijn rug nog niet gedraaid. Of ze lachen mij vierkant uit. En ze zingen hun liedjes van, Officer Crab, Kim is toch niet zo streng. Mijn pa is een zatlap en mijn ma is een kring. Ze willen Amerikaanse zijn. En tijdens dat dansen gebeurt er dan soms een wonder, een miracle. Maria, 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 I just met a girl named Maria. Desondanks, de meisjes zijn heel bang. Zij weten ook dat er kan ongeluk gebeuren. Maar het overleg gaat verder. Ze gaan naar het café en ze gaan de plaats en het wapen en het uur bepalen. En ze hebben afgesproken om 10 uur onder het viaduct. De twee sterkste mannen gaan op de vuist, want dat is het wapen, de vuist. Maar stilletjes hebben ze hun messen en hun revolvers wel in hun zakken gestoken. Het wordt het staal van de messen. En dan wordt het een strijd. En dan wordt het een chaos en een gevecht. En dan gebeurt er een ongeluk. Want het mes van Bernardo treft Tony en Bernardo. En het komt weer een strijd op leven en dood. En ja, zo gaat dat soms. En Chino, een verbijstering alom. Er is
niks meer dan verdriet. Het is gebeurd. Het is gebeurd in mijn wijk. Bij officer Krapke. 1960. Rust mij niets meer dan jullie te danken voor het bezoek aan New York. In West Side Story. In West Side. En u weer de nacht in de duisternis in te sturen. Op de tonen van One Heart, One Hand. Eén hart, één hand. One heart, make of our vows, one last vow, only death will part us. Weten jullie eigenlijk wel wie dat ik ben? Ja, Jack. Nee, niet in Jack. Ik ben de grote kapitein Jack Sparrow. En weten jullie wel welk groot schip dat ik heb? Oei. Een kwijt ben ik. Black Pearl. Weet je van boot het meest fantastische, snelle schip van heel de oceaan. Ja. Maar, ik heb maar één probleem. Ik ben het kwijt. Ik ben Gandalf, Frodo en mijn jager Legolas. En wij zijn op weg naar de Doomberg om de magische ring te vernietigen. En Sauron vertegenwoordigt al het kwade van Middenaarde. Niet waar, Frodo? De ring, een erfstuk van mijn grootvader Bilbo. Ik heb hem gekregen, maar ik moet hem vernietigen. Kom, Frodo, steek die maar weg, want hij heeft een kwade kracht. Steek die maar weg. Daarom gaan wij naar de Doomberg om hem te vernietigen. Zien jullie het zitten om de tocht mee aan te vatten? Tocht? Oh nee, ik moet gewoon met een boot zoeken. Dan. Maar Jack toch? Ga je niet mee? Nee, dat doe je maar zelf. Dan zoek ik zelf met een boot wel. Kan hem genezen. Kom, volk! Ik ga dood! Oké.
Ik zal jou helpen. Ik zal jou de kracht geven om jouw tocht verder te zetten. En om jouw opdracht te volbrengen. Gabriel, hier. De ring. Frodo. De ring. Frodo, je wil me de ring vrijwillig geven. Ik kan niet ontkennen dat mijn hart hier sterk naar verlangd heeft. In plaats van een zwarte heerser zul je een koningin hebben. Niet donker, maar mooi en schrikwekkend als zonsopgang. Verraderlijk als de zee. Sterker dan de fundamenten van de aarde. Ik heb kunnen weerstaan aan de kracht van de ring, maar Frodo, jouw opdracht overnemen. Dat kan ik niet. Jij moet je tocht verder zetten met jouw moedige vrij metgezellen. En ik zal jou Legolas meegeven, die zal jou beschermen. En ik geef jou nog iets mee. Ik geef jou de kracht van het elfenzwaard mee. Oh, dank u. Het zwaard van de elfen zal jullie verwittigen wanneer er gevaar dreigt van de orken. Ik wens jullie allemaal zeer veel succes. Kom de tijdering. Nu komen we in het gebied van Shelob, de reusachtige spin. En het is zeer belangrijk dat jullie zeer stil zijn. Of anders zal ze aanvallen en jullie opwezelen. Via de bergen gekomen. Ik heb helemaal de Rijkantberg, de Middelberg, overgestoken. En ik ben terechtgekomen in Oostenrijk. Bij een heel mooie toren. De toren van Rotselaar. En hier woont de familie von Trapp. Ah. Huh?
Een heel mooie familie. Een heel zangende familie. Moet maar eens kijken waarom. En weet je het al? Ik ben hier uit de Max. Ook Max is de impresario, de man die eigenlijk alles leidt. Oké. Willen jullie iets meer? Misschien aan Maria een aantal dagen. Kennen jullie de familie van Trapp? Ja. En van welke film kennen jullie? Samen. Ja, die naam moet je goed onthouden. Weten jullie ook wat dat Maria deed met de kinderen? Ja, zingen. Ja, ze leerde ze zingen. En weet je ook met welk liedje dat ze dat deed? Ja, inderdaad. Ja, dan gaan we zingen, samen met jullie. Op zoek gaan. Ja. Ik heb wel een middeltje. Ik heb een middeltje om te vinden. Wie kan dat beter weten dan God? Dus gaan we naar de kerk. Shh, waar stil zijn. Dag zusters allemaal. Wij zijn hier met een klein gezelschap gekomen om ons groot probleem, mijn groot probleem, mijn groot schip. Het schip is weg. Het is weg, ik vind het niet meer. En die mensen hebben daar al naar gezocht en die vinden het ook niet. Dus het probleem is wel echt groot. Dus komen wij naar u voor contact te leggen met God en ons een beetje voor te helpen en alsjeblieft een oplossing te zoeken. Dus ja, wat kunnen jullie daar dan doen? Ons. Ja, dat gaat hem helemaal op de weg. Ja, een beetje. Ja, uit het verloren. Maar altijd meedoen. Ja, ik ben het noorden kwijt.
Hoi. Kompas. Oh, dat is al goed. Waar is het noorden? Je hebt geen licht. Zit geen licht. Waar is het noorden? Dat is niet mijn oriëntatie. Waar is mijn noorden precies? Wij staan het noorden. Oké, willen jullie allemaal naar het noorden kijken, alstublieft. Naar het noorden? Ja. Zo, dan zijn we het eens. Oké, dank u wel. Mijn tweede groot probleem. Dank u wel. Mijn tweede probleem, ik zoek een boot. Ja. Maar daar is er. Ben jij de winterwandeling? Oh, daar is er een. Oh, kom maar. Ja, de hele winterwandeling. Ja. Zijt gij geen man, gij met uw lange baard? Je kent mij duidelijk niet. Nee, wie zijt gij dan? Ik ben Garon. De veerman aan de Styx. Oei, pas op. Ik breng de overledenen over naar de onderwereld. Ja, dat klopt. Ik breng de doden met mijn boot naar de overkant van de Leen mij dan even uw boot. Dan vaar ik naar de wijde zee en zoek het naar mijn schip. Ik denk dat gij mij verkeerd begrijpt. En ik denk dat gij nog wat levendig zijt om deze boot te kunnen gebruiken. Ik betwijfel zelfs dat gij kunt blijven stilzitten. Verkopen mij dan. Dan doe ik er toch mijn goesting mee. Ik denk dat gij voor een boot die gij zoekt voor de grote zeeën te bevaren, andere inspiratie nodig hebt. Misschien... Mijn derde probleem dan. Ik ben mijn rol vergeten. Wie ben ik? Dat was het! Jack Sparrow, dank u wel. En in welke film speelde ik mee? Pirates of the Caribbean. Dat was het, dank u wel. Misschien is het Black Parrot. Oh, dank u wel. Het begint terug te dagen. En zijn er nog concurrenten van mij? Zijn er nog films die je vandaag gezien hebt? Ja. Gezien, hè? Die je vandaag gezien hebt, ja, tegengekomen. The Sound of Music. Oh, die waren braver dan ik, zeker. Nee. Oké, ander nog? De Pink. Nee, die hebben we niet gezien, hè? Nee, die hebben we niet gezien, maar wel. Zorro. Zorro ook? Had die ook zo zwart? Ja. En Side Story. En Lord of the Rings. Lord of the Rings, zo. Oh. Ah, wel, dan heb je genoeg informatie, denk ik, om te durven meedoen aan de grote filmquiz. Ja. Waarmee je een ticket kunt winnen. Ja. Voor nog een andere film. Maar voor je een ticket krijgt, wil ik u mijn lijfspreuk meegeven. Eenvoudig, als mijn sabel zo gaat, zijn jullie problem. Problem. Iets meer overtuiging. Problem! Oké. The problem is not the problem. The problem is the way you interact with the problem. Ik ben heel draaf.